dit is het verhaal van een vrouw die heel jong haar man heeft verloren. En zij is als een soort kluizenaar, als weduwe en kluizenaar is zij in dat huis gaan leven. En zij was heel erg gehecht aan haar huis. En omdat het om het thema thuis ging, dacht ik van nou, dat past er gewoon zo goed bij. Ik gluurde door de vitrage naar binnen en ik zag daar alsof de tijd had stilgestaan. Er was een heel interieur, helemaal zoals in de jaren 60, compleet. Die vrouw heeft nooit haar meubels vernieuwd. Dus alles was gewoon precies zoals het was als in de jaren 60. En ja, dat was zo filmisch om te zien. We rijden in de buurt van het huis waar ik gefotografeerd heb. Ja, dit huisje is het. Maar ja, dit is toch super als je dit aantreft. Je ziet er gewoon gelijk een soort filmset voor je. Dus je ziet gewoon zo'n vrouw hier achter dat aanrecht staan in een schortje en die een beetje wegdroomt. Die helemaal alleen in dat huis woont. Ja, ik had helemaal zin om dat in scène te gaan zetten, om dat te maken. Dag Annabel. Hallo. Goed dat je er bent. Ja, fijn. Nou, hang je jas even weg. Dan gaan wij even naar het werk. Ik hou hem vast. Dank je. Nou, we hebben hier een ezel voor je neergezet. Van de foto mooi op. Ja. Oké. Zal ik hem erop zetten? Ja, pas op. Even kijken. Zo is hij mooi in het midden ook, volgens mij. Ja. Oh ja, kijk, dit is goed. Hij klemt hem. Ja, mooi. Ja, gaaf. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben super blij. Ja, hij staat mooi hier. Ja, dat is toch een droom van elke fotograaf om in het fotomuseum terecht te komen. Ja, nou ja, het is mooi dat je prominent bij de entree staat. Dus ik denk dat je kan dat bijna niet over het hoofd zien, toch? Daarom, ja, een hele mooie plek. Nou, het mooie van deze foto is dat je eigenlijk, dat is gek bij die fotojuryprijs, je kent de achtergrond niet, niet van de fotograaf, niet van de foto. Dus je moet het eigenlijk grotendeels doen met het beeld. En bij het kijken naar deze foto voelden we als jury dat deze fotograaf heel erg goed in haar onderwerp zat. En wat ik zelf heel erg spannend eraan vond, is aan de ene kant is geënsceneerd, is het dus overdreven gezegd een toneelstukje. En aan de andere kant, en het speelt zich af in het verleden, dat zie je heel duidelijk. Hè. En tegelijkertijd zijn er een aantal details die verraden dat het ook in het nu zich afspeelt. En dat vond ik heel spannend. Dus er zit een soort beweging tussen enceneren en registratie van een documentaire foto. Dat is denk ik het droom van iedere fotograaf om in zo'n mooi museum te kunnen hangen met je werk. Ja, dat is helemaal fantastisch. Ja, helemaal als je er nu nou eenmaal die foto hier staat. Dat is heel bijzonder.